Met deze nieuwe video vandaag gaan we mijn oude Instagram foto's bekijken. Ik zag deze video bij Iris Amber voorbij komen en ik vond het zo'n leuk idee. Ik heb zo'n zieke transformatie doorgebracht qua kledingstijl, qua uiterlijk. Het is echt niet normaal. Dus ik dacht het is heel erg leuk om even te kijken van nou, wat zijn mijn oude Instagram foto's en hoe ziet het eruit? Wat vond ik ervan? En het is, ik denk echt, ik weet heel veel dingen nog wel die ik altijd droeg. Ik weet niet, ik heb een soort van zieke mindset. Dat als je mij een datum geeft of een moment, dat ik precies weet wat ik aan had. Zoals, volgens mij was het letterlijk 2012. Een bruiloft van mijn neef. Ik weet nog precies wat ik aan had in detail. Dus dat is heel bizar. Maar ik ga gewoon helemaal way back in mijn Instagram. Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij is het pas vanaf 2015, denk ik, dat ik foto's heb. Misschien zelfs 2016, want ik heb heel veel verwijderd omdat ik me gewoon echt schaamde. Dus dat is wel jammer, maar we gaan gewoon helemaal naar beneden. En de foto's komen dan denk ik hier te staan, zodat jullie een beetje weer kunnen meekijken in ieder geval. Maar laten we beginnen met naar beneden scrollen. Oké, ik ben helemaal beneden aangekomen. Ja, deze foto's zijn gewoon zo niet interessant. Het zijn echt allemaal een beetje een foto van mijn schoen, een foto van een lipstick, weet je, zo. Dus dat is niet interessant. Even kijken, ik heb gewoon nul outfitfoto's. Wat is dit? Oh. Oh. Nou, ik was altijd heel erg geïnspireerd door influencers en dingen en gewoon leren en zo. En ik vond het allemaal heel cool. Maar wat ik hier probeerde, ik heb geen idee. Ik heb echt die grijze pantalon aan. Voor mij was die ook veel te groot. Met een riem erbij van mijn broer geweest, denk ik. Durf ik niet te zeggen. Maar op zich, hè, het idee van het kolletje met dat hemdje eroverheen, snap ik. Ik vind het grappig bedacht. Maar het hemdje zelf is gewoon heel lelijk. De stof is gewoon lelijk. Ik snap het niet. En volgens mij is dit letterlijk in de H&M in Zwolle. Een van de mooiste pashokjes in Zwolle. Ga verdieping omhoog. Daar heb je een heel mooi pashokje met van die glas- en loodramen. Echt heel pretty. Ja, deze outfit. Ja, wat moet ik er verder nog over zeggen? Ziet er niet uit. Nee. Ja. Nee. Oh my god, ik ga stuk. Deze foto met Anne Nouchin. Ik ben toen helemaal naar Rotterdam gegaan. Met naar Easy Paris. Want er was met Bulgari of zo. Had Anne Nouchin een meet and greet. Ik weet je, mijn wenkbrauwen zijn nu ook wel aanwezig. Maar daar. Oh, ze waren echt heel erg. En dat haar ook. Een soort oranje blond balayage effect. Anna ziet er gewoon leuk uit. Maar ja. As always. Ja, deze foto is gewoon te leuk om er even in te zetten. Oh, wat leuk. Oké, ik ga even iets omhoog. Ik heb de kappersopleiding gedaan. Even aanleiding. En ik heb letterlijk elke kleur haar gehad in mijn leven. Van blond tot echt zwart. Ik heb nu donkerbruin, het is niet zwart. Tot roze, rood, paars. Ik denk dat ik letterlijk alleen geel. Geel. Ik ben een soort geel-blond geweest, dus half-half. Groen en blauw heb ik niet gehad. Maar verder, op deze foto heb ik rood haar. Met een gele trui. En die trui is trouwens wel heel leuk. Uiteindelijk is die doorgegaan naar Dylan toen. Want ik droeg hem gewoon niet. En Dylan vond het wel heel leuk, maar hij was op een gegeven moment zo lelijk dat nu ook Dylan hem weg heeft gedaan. Maar ja, dit hele rode haar is niet mijn vibe. Nee. Heel ander gezicht. Ook echt wat ik met mijn make-up deed. Geen idee. Maar, oh my god. Ja, echt die haarkleuren van mij. Dat is echt bizar. Oh, deze. Ja, dit vind ik leuk. Ja, oké. Deze foto. Wanneer is deze gemaakt? 2017. Dat is echt niet heel erg lang terug. Maar ik begon hier heel erg met fashion bezig te gaan en Instagram foto's te maken en er helemaal de shit mee te worden. Weet je, echt van die outfitfoto's, want iedereen deed dat, ik wou dat ook.
Dan was dit voor mij echt letterlijk de allereerste foto die ik met een statief maakte. Heel vaak maakte ik mijn foto's met een, nog steeds trouwens, met een statief en dan een timer en dan je telefoon op zo'n tripod. En dan timer en gewoon poseren. Ik vind het wel een leuke foto. Achtergrond is niet mooi, maar gewoon met die sneeuw. Ik heb een roze rok aan, die draag ik nog steeds. Van de H&M, ik vind hem super tof. Ik zou hem nooit meer op deze manier stylen, want ik heb daar slangen... Laarsjes onder met waarschijnlijk een stippenpanty. Een bandshirt en daaronder een colletje, denk ik. Ja, volgens mij wel. Dus ik zou hem nooit meer op die manier stylen. Het bandshirt heb ik ook nog steeds, maar dat is echt meer zo'n slonshirt geworden. Want hij is heel lelijk. Ik heb hem zoveel aangehad. Was van de mannen H&M toen, volgens mij. En die slangenlaarsje ook van de H&M. Die jas had letterlijk nog steeds iedereen. Het is echt verschrikkelijk. En sinds ik erachter kwam dat letterlijk iedereen die jas had, heb ik hem ook niet meer aangehad. Ik vond het echt heel naar. En ja, weer dat blonde haar. Ook met een rode lipstick erbij, meid. Wat was je aan het denken? Maar die rok vind ik nog steeds top. Maar nu zou ik het gewoon anders combineren. Maar dus ik heb hem ook nog steeds bewaard. Oh my god. Oké. Okay. Ja. Moet ik hier ook zeggen. De knotjes, top. Vind ik heel leuk. Draag ik soms nog steeds. Dus dat vind ik leuk gedaan. Maar die rok, bekend, heb ik nog steeds. Die vind ik heel leuk. Want die combineer ik ook heel vaak in de zomer met een sneaker en een leuke crop top erboven. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar dan zo'n streepjes blouse erboven. Echt zo'n net niet streepje ook, weet je wel. Dat bonjasje. Wat is dat? Voor mij heb ik die toen bij de HEMA gekocht. Die Puma sneakers met die strik heb ik nog steeds bewaard. Ik draag ze, ik heb ze denk ik al 2 jaar niet meer aangehad of zo. Maar ik bewaar ze nog wel, want het zijn gewoon leuke witte sneakers. En ik had echt zo'n hele donkere panty eronder met een groene sok. Maar dit geheel, ik snap hem niet. Wat dacht ik? Achtergrond leuk. Maar die outfit, nee, dat is echt niet mijn ding. Deze foto, hier vond ik me helemaal de shit. Helemaal die influencer. Ik had een wit kolletje aan. Ik snap niet dat ik die ooit heb weggedaan. Ik heb hem schijnbaar ooit weggedaan. En ik heb daar zoveel spijt van gehad uiteindelijk. Want ik heb hem weer een nieuwe gekocht. Weer dat bandshirt aan. Dat droeg ik heel veel. Met eroverheen die bomber. Die bomber is heel leuk. Heb ik nog steeds. Ik draag hem alleen te weinig. En die blauwe pilotenbril. Met dan die mega grote oorbellen. En die zwarte wenkbrauwen. Ja, het is gewoon geen combi. Nee. Nee, dit werkt. Nee. Oh, deze is best leuk. Nou ja. Achtergrond vind ik top. Die jurk heb ik ook nog steeds. Dat shirt heb ik heel snel weggegooid, weet ik nog. Omdat die werd heel lelijk. Na 1 keer wassen was die gewoon niet meer die kleur. Ik zou het alleen niet meer combineren met zo'n... afstekend zwart tasje en een zwart enkellaarsje. Want mijn benen lijken helemaal afgehakt. Ik draag sowieso praktisch bijna geen hakken meer. In ieder geval niet meer zo hoog als die. Dus ik vind het idee vind ik heel leuk. Uitwerking iets minder, maar het kan erger. Oh, deze vind ik leuk. Ja, dit vind ik heel leuk. Dit is best wel een heel leuk outfitje. Waarom heb ik dat vest weggedaan? Waar is die? Ik heb spijt. Kut, ik heb hier echt spijt van. In ieder geval, zoals jullie kunnen zien. Blauw Adidas vest, die kocht ik in groep 7. Want dat was helemaal de shit. Die Adidas vesten waren helemaal de bom. En weer die 2 knotjes. Staat me echt wel leuk. Ik draag het af en toe nog steeds hoor, 2 knotjes. Dus dat vind ik een hele leuke vibe. Met dat pantserrokje en die schoenen gecombineerd. Ik vind het best wel leuk. Ik zou het nu best wel nog zo aan kunnen trekken, zeg maar. Het is dat ik die schoenen niet meer draag, maar dat ik een andere sneaker of zo, of leuke All-Star zou ik erbij doen. Maar ik vind het toch helemaal niet heel slecht. Ja, die vind ik leuk. Die vind ik heel leuk. Oh, dit is leuk. Met mijn schatje Lara op Ameland. Want wij gaan altijd op vriendenweekend. Met een heel groot, hele grote club. En dit was toen op Ameland. Ik heb een super grote roze zonnebril. Vind ik eigenlijk nog stiekem best wel vet. Ik heb hem ook nog steeds.
Met een lekkere roze kabeltrui, leuke zwarte pantalon met zo'n splitje aan de onderkant en die Nike Air Max. Nou, ik vind het niet heel erg. Ik leek wel een beetje mollig op deze foto. Maar ik vind het best leuk. Moet ik eerlijk beginnen. Oh ja. Oh, dit vind ik best leuk. Dit was op de kappersopleiding. Dit is ook gewoon letterlijk in ons lokaal toen gemaakt. Maar een hele leuke roze gebreide trui. Ik heb hem nog steeds. En als ik hem nu weer zo zie, dan denk ik, ik moet hem echt vaker aandoen. Gecombineerd met een lakbroek. Love lakbroeken. Echt geweldig. Weer die Nike's. Ik droeg die Nike's echt letterlijk elke dag. En gewoon een leuke sportsok. Nou, ik vind dit best wel leuk. Mijn haar zat leuk gekruld. Ik zag er knap uit. Ja, deze vind ik echt leuk. Oh, dit was met oud en nieuw. Ja, leuk. Ook wel een leuk verhaal, want dat was oud en nieuw. En ik kende Dylan net 2 maanden, denk ik. En we hadden elkaar 2, 3 keer misschien max gezien. En toen vroeg hij of ik bij hem wel kwam met oud en nieuw. En er waren ook een stel vrienden, dus gewoon gezellig bleef ik ook slapen. Echt superleuk. Ik vond het toen best wel spannend. Omdat, ja, het was echt zo'n beginnende van vind ik je leuk, vind ik je niet leuk, vinden we elkaar leuk, weet je wel. Ik vond hem heel leuk. Maar ik heb hier mijn rode oranje puffer aan. Die heb ik heel veel gedragen. Met een wit t-shirtje, een hele leuke culotte pantalon. Eigenlijk die is wat wijder, die heeft zo'n beetje een fluffy stofje. En dan weer die Nike Air Max. Dus eigenlijk best wel een prima outfitje met zo'n lekkere ster in mijn hand. Dus ja, vind ik best leuk. Gewoon leuk, maar het is vooral de herinnering eraan die er natuurlijk leuk aan is. Oké, laat ik er nog 1 uitzoeken. Oh, deze foto is leuk. Hier gaan we mee afsluiten. En deze foto is hier in Dals gemaakt. Ik was van mij aan het wandelen. Ik heb lekker een milkshake. Dus ik heb waarschijnlijk gewandeld om een milkshake te halen. Om vervolgens weer dik te worden. Maar ik heb een hele leuke broek aan. Dat is Adidas broek. Waar ik het al eerder over had met die knoop aan de zijkant. En die kan je helemaal openknopen. Dus ik had een soort van opengeknoopt als een soort flare. De welbekende Villa Disruptors. Wie heeft ze niet gehad? Of heeft ze? Ik ben er helemaal klaar mee. Echt, ik heb ze toen gehad. Want ze waren toen helemaal de shit. Dus ik moest ze hebben. Ik draag ze nu echt niet meer. Want je ziet echt letterlijk elke meid van weet ik veel welke leeftijd. Die lopen er nu op. Ik heb een leuke blouse aan. Gewoon een oversized mannenblouse. Lekker opgeknoopt. Ik heb er gewoon zin in. Lekker bloot buikje. Vind ik best een leuke outfit. Zou ik oprecht nu gewoon weer aan kunnen doen, maar dan wel met een andere sneaker. Maar ik vind het echt een hele erg leuke outfit. Dus ja, ik denk dat we daarmee gewoon lekker moeten afsluiten. Dus ik vond het heel erg leuk om dit weer te zien. Ik vind het echt leuk om echt die oude foto's terug te zien. En de stijlrevolutie eigenlijk die ik heb doorgemaakt. Dus vond je dit leuk, doe je duimpje omhoog. Vergeet ook niet hieronder te abonneren. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!